Kijk, net echte chips. Ja, ik vind hem leuk. Oh ja, oh! Zie ik er wel uit als Beyoncé? Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video van Action. Vandaag hebben we voor jullie een hele leuke shopvlog. Ik ben Larissa Bruin, misschien ken je mij ook van mijn gelijknamige YouTube kanaal Larissa Bruin, waar ik ook leuke shopvlogs maak, dus volg me ook vooral daar. En als je zin hebt in deze video, doe dan alvast een duimpje omhoog. En ik heb een hele leuke missie meegekregen. Ik heb namelijk een strandtas die ik ging vullen met allerlei leuke zomerspulletjes. En ik denk dat ik daar best wel goed in ben geslaagd, want het is echt een overvolle tas. En hier zit nog niet eens alles in, kan je nagaan. Dus laten we maar heel gauw gaan beginnen. Goed, we beginnen natuurlijk gewoon meteen met een strandlaken. Want als je naar het strand gaat, wat heb je dan nodig? Een strandlaken. En ik heb een hele grote gevonden. Ze hebben hele leuke ook voor één persoons. Maar ik denk dat het ook wel handig is om een twee persoons te hebben. Deze is 220 bij 240. Er zitten allemaal leuke diertjes op en vogeltjes. En nou ja, daar word ik gewoon meteen heel erg vrolijk van. Oké, hij is echt heel groot. Wow, zien jullie mij nog? Jongens, jullie zien hem nu misschien niet helemaal zo goed in beeld. Maar het is echt een prachtig laken. Wit met blauw, dus heel erg rustiek. Vind ik ook wel iets luxe hebben. En heerlijk met deze franjes eraan. Heel gezellig. En hij is 10,95. Dus dat vind ik voor zo'n strandlaken ja, heel goed te doen. Oh, sorry. Ik had meteen zin om te spelen. Ik heb natuurlijk ook een boomerang gehaald. Dit heb ik echt al zo lang niet meer gedaan. Oh, ik zeg trouwens boomerang, maar het is natuurlijk een frisbee. En je kunt het ook een werpschijf noemen. Dat staat hier ook letterlijk erop. Of een disco de lingerie. Maak het zo chic als je wilt, maar ik vind het gewoon heel erg leuk. En hij is 90 cent. Dan heb ik ook een hoed gehaald. En daarvan hadden ze echt heel veel verschillende soorten. Ik vond deze wel heel erg leuk. Het is gewoon een lichte hoed. Er zit nog een leuk randje aan. Het doet me eigenlijk een beetje denken aan Mexico of zo. Ja, ik vind hem leuk. Oh, het staat me eigenlijk nog leuker dan ik had verwacht. Dit is toch echt heel zomers. Plus, het beschermt natuurlijk tegen de zon. En dat is wel handig. Dan waren dit de eerste items die in mijn strandtasje gingen. Deze vind ik zo leuk. Dit zijn van die, nou ja, ik noem het een soort van glazen. Want je kunt er natuurlijk uit drinken. En die zijn dan roze met flamingootjes erop en palmbomen. En ik dacht, ik neem gewoon twee die wel op elkaar lijken, maar dan een ander dekseltje. Ziet er heel gezellig uit. En zo kan je het nog wel een beetje ja, uit elkaar halen welke is van wie. En deze zijn 65 cent per stuk. Nou, dat vind ik echt een koopje. Het ziet er zo gezellig uit. Nou, dan moet je natuurlijk ook wel wat te drinken hebben. En ik zag dus deze Chupa Chups Grape Flavor Sparkling Drink. Ik denk dat dit heel lekker gaat zijn. Ik heb dit gewoon nog nooit geproefd. Maar waarschijnlijk smaakt het ook wel een beetje zoals de lolly. Oh mijn god, dit is lekker. Mm. Het is natuurlijk heel zoet. En het smaakt, verrassing, naar snoep. Het smaakt eigenlijk best wel naar de Chupa Chup. Maar dit is wel een smaak die ik nog niet kende. En deze is trouwens 75 cent. Nou, als je dan wat te drinken meeneemt naar het strand, dan wil je natuurlijk wel dat het gekoeld blijft. Dus ik heb ook een koeltas gevonden. En dit is volgens mij het kleinste formaat. Maar er waren ook veel grotere. En die vond ik zelf een beetje too much. Want ik denk niet dat ik zoveel zou willen sjouwen naar het strand. Maar voor andere gelegenheden, bijvoorbeeld als je op vakantie gaat, kan dat natuurlijk wel heel fijn zijn. Hier kan je echt wel wat flesjes in meenemen. En misschien dat je ook nog wat fruit meeneemt. Kan je dan ook allemaal lekker koel bewaren. Dit is top. En deze is 2,89. Dan heb ik dus een floating speaker gevonden. Hier ben ik zo benieuwd naar. Dus we hebben een ananas. Dus eigenlijk gewoon een opblaasband, maar dan in ananasvorm. Nou, dat is al hartstikke leuk natuurlijk. Maar wat we hier dan dus in gaan doen, is de speaker die daar gewoon geheel bij hoort. En deze verdwijnt dan dus in de zwemband. En die kun je dan dus gewoon zo meenemen. En in het water kun je dan gewoon lekker naar je muziekje luisteren. Terwijl je daar aan het dobberen bent met je floating speaker. Hoe geweldig is dat? En die 4,99. Nou, voor zo'n speaker. Nou, dan denk ik dat dit mijn favoriet is, jongens. Want ja, je kan wel heel leuk je blikje laten dobberen. En je kan heel leuk je speaker laten dobberen. Maar wat nou als je jezelf ook kan laten dobberen? Dus ik heb een airbed gevonden. En dit is eigenlijk gewoon een flamingo. Dit vind ik zo geweldig. Hij ziet er ook wel echt heel impressive uit. Ik ben ook wel onder de indruk van haar. Ze ligt er zo lekker bij. Hij is 1,73 bij 1,70 meter. Deze is 14,95. Ik zie erbij staan purple glitter accents. Wat leuk. Ik vind dit echt heel fijn. Nou, dan is dit eigenlijk bedoeld als een make-up tasje. Maar zo'n tasje als dit kan natuurlijk ook heel erg fijn zijn om je bikini in te doen wanneer die nat is geworden en je weer terug naar huis gaat.
Er staat op Let's Get Lost in Paradise, dus dat vind ik ook helemaal passend. En deze is 1,49, dus wel zo handig. Dan heb ik ook een microvezel handdoekje meegenomen. Eerlijk gezegd heb ik dit nog nooit echt gebruikt, maar dat is natuurlijk wel heel handig om jezelf mee droog te maken. Want het is extra absorberend en extra licht gewicht ook. Hij is 50 bij 100 centimeter, dus wel gewoon groot genoeg. Wordt ook wel een reishanddoek genoemd, omdat hij dus zo gemakkelijk mee te nemen is. Nou, voor 1,99 super fijn. En natuurlijk niet alleen maar voor naar het strand, maar ook als je ergens anders naartoe reist. Dan heb ik deze body mist meegenomen. Eigenlijk vooral omdat je misschien na het strand ook nog wel eventjes lekker langs de boulevard wilt lopen. Of misschien ga je nog naar een feestje. En er staat op Dance the Night Away, dus dat kan allemaal met deze body mist. Oh. Heerlijk is deze. En deze is 1,69. Dan wat hapjes voor op het strand. En ik dacht, ik doe gewoon een lekker healthy. Namelijk een soort van fruitchips. Dus we hebben een rode appel en een groene appel. 100% natuurlijk. Geen conserveermiddelen. In hete lucht gedroogd. Niet gefrituurd. En vegan. Nou, nah. Kijk. Net echte chips. Maar iets zoeter. Ik vind ze heel lekker, want het smaakt ook wel echt naar appel. Lekker fruitig. En deze zakjes zijn 65 cent per stuk. Dan heb ik ook een soort van ventilator meegenomen. Of een waaier, een waterspray, hoe je het noemen wilt. Maar wat je hier dus mee kunt doen, is natuurlijk jezelf eventjes opfrissen en verkoelen. Oh ja, oh! Oh mijn god! Oh wat heerlijk! Wacht, de muziek er al uit als Beyoncé? Nou oké, okay. Dat is dan het windeffect. Maar we willen natuurlijk ook sprayen. Oh mijn god, wat heerlijk! Oh! Wat verfrissend. Oh, wauw. Ik ga nog even door hoor. Pak meteen mijn hele lichaam mee. Dit is echt heel fijn. Wacht even. Oh. En dit is dus 2,95. Heel fijn dit. Natuurlijk heb ik ook zonnebrand meegenomen. Dit is van Zenova Suncare. En deze is ook water resistant. Dus dat is wel handig voor op het strand. Ik heb de 200 ml genomen voor 2,95. Vind ik eigenlijk wel heel goedkoop voor een zonnebrand. Want ik vind die dingen altijd zo gigantisch duur in de winkel. Dan natuurlijk ook een zonnebril. En dit is volgens mij echt zo'n... unisex zonnebril. Dus die kan ik ook eventueel nog lenen aan mijn vriend. Ja, sexy hoor. Nou, ik vind het eigenlijk niet verkeerd. Meestal ga ik voor een cat-eyetje. Maar dit is ook wel iets wat gewoon altijd werkt. En het wordt echt nog zonniger hier. Deze is 2,49. Dan hebben we eigenlijk alleen nog de tas om eventueel te bespreken. En ik vind dit wel een hele fijne tas. Ze hadden ook allerlei verschillende printjes. Volgens mij was deze er nog in het donkerblauw. En iets met palmboompjes weer en zo. Allemaal heerlijk vrolijk. Ik vind deze tas in ieder geval heel fijn. Hij is best wel groot. En wat ook prettig is, is dat als je hem eenmaal vol hebt gestopt, dat je dit ook nog omhoog kan doen. En dat je hem dan zo... dicht doet. Dat vind ik wel fijn voor zo'n strandtas, want niet alle strandtassen gaan dicht. En deze dus wel. En deze is 4,49. Dus dat vind ik ook wel een koopje. Nou, dan was dat ook meteen alles van deze shoplog. Ik hoop dat jullie dit heel erg leuk vonden. Ik heb in ieder geval echt heel veel zin gekregen om naar het strand te gaan. Laat in de comments eventjes aan ons weten welke 3 items jij absoluut altijd meeneemt naar het strand. Vergeet verder natuurlijk ook niet om eventjes je duimpje omhoog te doen en te abonneren op dit kanaal. En dan hoop ik jullie heel snel weer te zien. Doeg!